Dag iedereen. Jullie vragen zich waarschijnlijk wel af, waarom is Fiek een schort aan? Wel, omdat we allemaal in corona zitten en iedereen thuis zit, dacht ik, ja, ik wil eigenlijk iets doen om mij wat bezig te houden. En aangezien ik elke dag toch moet koken en dan graag eten moet klaarmaken, en dat ik net keiveel geïnvesteerd heb in materiaal, dacht ik, wel, ik maak gewoon een kookshow om een keer al mijn materiaal te testen. Maar eerst zal ik eens zeggen wat we gaan koken vandaag. We maken vandaag twee gerechten. Het eerste gerecht is een forel in een korstje van citroen en macadamianoten op een bedje van waterkerspuree. Het tweede gerecht dat we maken is een kaastaart. Wat hebben we nu voor die twee gerechten allemaal nodig? Wel, voor de forel hebben we natuurlijk forel nodig, de macadamianoten, wit brood, citroen, waterkers, kokosmelk, veldsla, aardappelen en kruiden. Voor de kaastaart hebben we nodig speculaas, eieren, lactosevrije Philadelphia, boter, room, suiker en vanillesuiker. Omdat ik niet alle gerechten alleen kan klaarmaken, heb ik gevraagd aan Jori om mij te helpen. We gaan beginnen met de kaastaart. Ik zal alvast de speculoos kruimelen. Ja, ik ga de boter smelten en ik ga de springvorm invetten. De gemakkelijkste manier om speculaas te kruimelen is een deegrol te nemen en deze in een IKEA-zakje te doen en dan kapot te slaan. Ik ben dus nu de boter aan het smelten, zodat we die saus bij de speculaas kunnen doen. Zo, de speculaas is nu gekruimeld. Deze kan nu bij de boter die Jori gesmolten heeft. Ik ga de speculaas en de boter nu een heel klein beetje omroeren, zodat dat mooi één geheel wordt. Ik heb zo net de springvorm ingevet met een beetje bakboter en dan heb ik daar een bak papier eigenlijk rond gedaan, zodat de cheesecake daarna niet blijft plakken. Vic gaat vervolgens de speculaas samen met de boter, hij heeft er een mengsel van gemaakt en hij gaat die nu in de springvorm doen. Vic? Ja. Ik ga nu de slagroom maken. We hebben lactosevrije gewone room, want lactosevrije slagroom heb ik nog niet gevonden. Maar als we dat gewoon opkloppen, dan hebben we eigenlijk ook slagroom. Ik ga nu de Philadelphia mengen met de slagroom en ik ga daar ook een klein beetje zout aan toevoegen. Ik ga nu de eieren mengen met de vanillesuiker en de suiker. Dit zal wel in orde zijn. Ik ga dat nu bij het mengsel doen dat Jori gemaakt heeft. We zijn dus nu het mengsel op de speculaas aan het doen. En ik denk dat hij daarna in de oven mag, Jori. Yep. Nu de kaastaart in de oven zit, gaan we beginnen aan de forel. Let's do this. Ik ga beginnen met de macadamianoten. Nu al in de vijzel te doen. Daarna ga ik het brood erbij doen en de peper. Terwijl ga ik de aardappelen schillen. De aardappelen erbij. Gaat het? Wel, het is iets moeilijker dan ik dacht, maar als jij het brood al even wilt doen, dan kunnen we met twee misschien al iets krapper gaan. Ja, okay. Alright. Dan mag een heel mini kleine stuk. Korstje eraf en dan een kleine stuk. Yes, de kleinst mogelijke stukjes. Het brood is klaar. Ik duid nog niet met de noten. Anders moet jij al de citroen doen. Ja, en daar ook gewoon de schil van voor in de korst. Ja, voor in de korst, maar we hebben ook schil nodig voor als dressing. Ja, oké. Okay. Nu ik hiervan een pureetje gemaakt heb, mag dat in de mixer samen met het brood en de citroenschil. Dag Jori, alsjeblieft. Dat is voor jou. Voor de forel hebben we een bakplaat nodig van aluminium. We gaan die daarop leggen en dan gaan we die bestrooien met zout. Nu is de forel klaar om het korstje erop te krijgen en dan kan deze de oven in. Het korstje kan ik best aanbrengen met de hand, want met de lepel is dat nogal moeilijk. We hebben onze handen gewassen hoor. Tijdens coronatijd is dat goed op ons hart gedrukt geweest, dus geen stress. Even de aardappelen pureren en dan gaan we daar de kokosmelk bij doen. Hè. Nu dat we het korstje op de forel hebben gedaan, mag deze in de oven voor een kwartiertje. Ondertussen als de forel in de oven zit, ga ik al een beetje de afwas voorbereiden. Want ja, dat moet ook gebeuren natuurlijk. Het is niet alleen maar fun en games. Je moet ook afwassen. Hè. Je mocht 15 gram waterkers nog eerst pakken. Ja, voilà. En fijn snijden. Ik heb een andere taak gekregen. Eerst nog 15 gram waterkers en fijn snijden. Voilà, doen we maar weer.
En dan hebben we kokospuree met waterkers. De forel is klaar. We gaan die nu uit de oven halen en we gaan hier het bord klaarmaken. We gaan dat eerst op het bedje van de aardappelen leggen. Nu gaan we hier nog op het bord de garnituur doen. Dat is nog een blaadje sla en nog een beetje citroen. En dan is uw forel met een korst op een bedje van puree met waterkers klaar. En de cheesecake is ook klaar. En ondertussen is het dessert ook al gearriveerd. En dan is dat klaar, zie, voor op te eten. Heel erg bedankt om te kijken en misschien tot de volgende keer. Of niet. Dag.